belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren laten weten dat de verkiezingen voor een nieuw parlement op 19 maart zo eerlijk en transparant mogelijk moeten verlopen. Het kopen of verkopen van stemmen hoort daar niet bij. Volgens het Openbaar Ministerie zijn beide zaken strafbaar, dus partijen mogen geen stemmen kopen en mensen mogen niet hun stem verkopen. Op beide zaken staat een maximale straf van 2 jaar. In de tweede dag van het pleidooi van de verdediging heeft advocaat Stijn Franke wederom laten weten dat er wat hem betreft geen bewijs is voor de betrokkenheid van George Jamaluddin bij het voorbereiden van de moord op Helmin Wiels. Stijn Franke heeft 2 dagen lang aangegeven waar het volgens hem knelt in de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie. Als voorbeeld noemde hij onder meer het sms-verkeer tussen Jamaluddin en de zogeheten moordmakelaar Bernie Fonseca. In meer dan 80 sms'jes komt het woord Wiels niet voor. Net zo min als moord of iets anders dat erop zou kunnen duiden dat de twee een moord aan het voorbereiden waren. Omdat de gehele oppositie gisteren niet aanwezig was bij een vergadering van het parlement van Curaçao, kon deze niet doorgaan. Er was geen quorum en dat betekende onder meer dat een wetsvoorstel over dierenwelzijn niet door kon gaan. Giselle McWilliam van De Man spreekt er schande van. Volgens haar zijn er politici die politieke spelletjes belangrijker vinden dan dierenwelzijn. Er is jaren gewerkt aan het voorbereiden van deze specifieke wet, aldus McWilliam. En statenvoorzitter Anna-Maria Poletta maakt zich zorgen over de situatie binnen het parlement. Volgens haar hebben sommige oppositiepartijen laten weten dat ze niet meer aanwezig willen zijn bij vergaderingen van de staten tot aan de verkiezingen van 19 maart. Dat betekent volgens Poletta dat er de komende tijd enkele belangrijke vergaderingen niet door kunnen gaan. Ze hoopt dat sommige oppositieleden toch aanwezig zullen zijn bij de komende vergaderingen. Automaticamente botem roupa e hambúrguer. E se você gosta de pão, escorre essa vi. Escorre isso a fet. É tem roupa e fibra. É do nabo energia beco para perder. E é tem proteína para regenerar o músculo. Não. Panaderia Isa. Para o healthy lifestyle. De rechter heeft gisteren de 50-jarige Cheryl Dahl veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is overtuigend bewezen dat Dahl vorig jaar bij de Pompolinci snack de 42-jarige Rutson Lacroom heeft doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat de moord met voorbedachte raden is gepleegd. Twee personen zijn gisteren gewond geraakt toen een auto op hen inreed terwijl ze voor een snack aan de Goziweg zaten. De automobilist die net uit de winkel kwam wilde wegrijden, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in. Een derde persoon kon net wegspringen toen de auto op de snack afreed. Twee andere personen raakten gewond en zijn met een ambulance naar de noodhulp van het CMC gebracht. De Nederlandse politicus Jaap Jonkers lanceert vandaag in Nederland een petitie om erkenning te geven aan kleurrijke Nederlanders die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Koninkrijk. Jonkers wil een standbeeld oprichten voor Maria Liberia Peters en Juancho Everts, beide voormalige premiers van de Nederlandse Antillen. Jonkers staat op de 27e plaats van het CDA voor de komende parlementsverkiezingen. In zijn project werkt hij samen met Gwendol Merselina Jr., die 4e staat op de lijst van de PNP hier op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.